gaan het hebben over een land waar je dit dus niet moet doen. Dit kost je in het land waar wij het over gaan hebben $1000. 1000 Singapore dollar. Want dat is het land van onze dromen, waar alles fantastisch geregeld, waar de rule of law regeert, waar strenge straffen zijn, maar waar ook grote welvaart heerst. En dan stap ik nu in mijn auto, Saab 900 Turbo Cabrio uit 1992. Een auto waar je in Amsterdam waarschijnlijk binnenkort ook niet meer in mag rijden, maar in Singapore al jaren niet meer, want ze hebben het meest stringente autobeleid van de wereld. Oude auto's, na een paar jaar, na 10 jaar, verscrappen ze. Er wordt een pakketje van gemaakt. Of je moet hem exporteren. En een auto kost, en dat zou toch onze GroenLinks-vrienden als muziek in de oren klinken, een auto kost ongeveer dubbele van wat hij in Nederland kost. En als je hem op tijd verkoopt, krijg je de helft terug van de boete.